De reformatie zorgde voor veel onrust in Europa, zoals in de vorige aflevering al werd vermeld. Ook de Alblasser Waard werd niet gespaard. Tijdens de beeldenstorm die in 1566 in de Lage Landen, de Nederlanden, plaatsvond, werden op grote schaal heilige beelden en religieuze katholieke objecten vernield. Hierbij moet wel worden vermeld dat de beeldenstorm aan Papendrecht is voorbijgegaan. Vanaf 1581 werd de katholieke kerk verboden. En pas in 1853, dankzij de grondwetsherziening van 1848 van Thorbecke, wordt het besloten tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Een probleem voor aanhangers van de nieuwe leer was dat er te weinig opgeleide predikanten waren die de leer goed konden verwoorden. Daarnaast was er grote behoefte aan uitleg, hoe in het persoonlijke leven de nieuwe leer toe te passen. Daartoe werd een kerkelijke vergadering belegd, een synode. De eerste synode van 1574, de Dordrecht, zou daarin duidelijkheid scheppen. Op drie punten werden in Dordt belangrijke besluiten genomen. Ten eerste op het gebied van de leer. Alleen de Heidelberger Catechismus geldt als leerboek. Ten tweede wat betreft de eredienst. Alleen de zondag geldt als feestdag. Ten derde aangaande de organisatie binnen de kerk. De doperse visie van de kerk als een bond van losse gemeenten van enthousiaste gelovigen wordt afgewezen. Gekozen wordt voor een verdeelde verantwoordelijkheid tussen de plaatselijke kerkenraden en de algemene synode. De onrust in Europa hield aan. De Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 woedde in Centraal-Europa, de Spaanse Nederlanden, Noord-Spanje en Noord-Italië, met gevechten in Afrika en op het Amerikaanse continent. Daarnaast waren er zeeslagen op de Middellandse Zee en de Golf van Biscayen. Het eerste langdurige wereldomspannende conflict, of een wereldoorlog. De gevechten tussen katholieken en protestanten heeft 4 van de 10 inwoners van de landen Duitsland, Nederland en Frankrijk het leven gekost. Toen in 1648 de Vrede van Münster werd gesloten, heeft het Calvinisme erkenning gekregen. De bewoners van de Alblasser Waard hadden daarnaast nog met andere problemen te maken. Vanaf de 14e eeuw kende de Alblasser Waard 33 watersnoden. Vaak gaven predikanten in de kerken de mensen de schuld daarvoor. Zij hadden door hun levenswijze de straf van God over zich afgeroepen. Dat heeft een soort zwaarmoedigheid, zou je haast kunnen zeggen, in de Alblasser Waard teweeggebracht. Het is ook niet voor niets dat veel mensen in de Alblasser Waard er een geloof op nahouden aan de sombere kant, waarbij God optreedt met zijn straffende hand door hier weer een watersnood in de Alblasser Waard te laten komen. Dat was ook het vaste geloof. Mensen geloofden dat zijn watersnood een rechtstreekse straf van God was op hun zonde. In 1640 bijvoorbeeld stond in Nieuw-Lekkerland, ik mag wel haast zeggen de beroemde, anders zouden we zeggen de beruchte predikant, Jacob van Oudehoven. Die heeft bij een watersnood rond die tijd in de kerk een strafpredikatie, zoals hij dat zelf noemde, gehouden, waarin hij de Lekkerlanders onder de neus wrijft: door jullie weeldezucht, door jullie goddeloosheid, door jullie wereldsgezindheid en weinig acht geven op het geloof en trouw daarin zijn, heeft God jullie deze straf, die watersnood, op de hals gestuurd. En de mensen geloofden daarin, die namen dat aan. En niet alleen de kerkelijke mensen, maar ook een, je zou haast zeggen, neutrale instantie als het Hoogheemraadschap, dat dijken en waterwegen in Alblasser Waard beheerde, schreven in hun brieven aan de Staten van Holland, als er weer eens een watersnood was geweest, schreven ze in het begin in de aanhef dat God de Alblasser Waard had gestraft met weer een watersnood. Dus die waren die mening ook toegedaan. Dat was gewoon gemeengoed, zo geloofde men dat. Besmettelijke ziekten als melaatsheid en pest eisten in heel Europa en ook hier hun tol.
De rust en de eenheid binnen de Neder-Duits gereformeerde kerk bleken in de jaren na de eerste synode van 1574 in rook te zijn opgegaan. De Staten-Generaal gaven de opdracht tot het beleggen van een kerkvergadering om een eind te maken aan de controverse tussen de remonstranten, de Arminianen en de contra-remonstranten, de Gomaristen. Een conflict dat zich tot splijtswam had ontwikkeld in de Nederlandse maatschappij en politiek. De synode van Dordrecht begon op 13 november 1618 in de Grote Kerk aldaar met een kerkdienst, waarna men begon aan de eerste vergadering in een bovenzaal van de Cloveniersdoelen, waar op 9 mei 1619 met de 154ste, tevens laatste vergadering, de synode werd afgesloten. Het voornaamste doel van de synode van Dordrecht was tot een uitspraak te komen in het geschil tussen de hiervoor genoemde partijen. Een geschil dat zich toespitste op de predestinatieleer, ofwel de leer van de voorbeschikking. Volgens die leer heeft God van tevoren bepaald welke mensen uitverkoren zijn. Daarop kan de mens geen invloed uitoefenen. De remonstranten stelden deze leer ter discussie. De Arminianen delfden het onderspit en werden unaniem veroordeeld door de contra-remonstranten. Hun leer was volgens hun niet in overeenstemming met de Bijbel. De remonstrantse predikanten, zo werd besloten, kregen de opdracht zich te onthouden van domineesachtige activiteiten, zoals preken, het toedienen van de sacramenten en het bezoeken van zieken. Een ander besluit van de synode was te komen tot een Bijbelvertaling, rechtstreeks uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in het Nederlands. In 1637 werd deze door de Staten goedgekeurd. In veel kerkelijke gemeenten in Nederland wordt de Statenvertaling nog altijd gebruikt in de erediensten. Van 1615 tot 1750 kwam een andere protestantse stroming op, de nadere reformatie. In de 18e eeuw, en dat is de periode, dat noem je de nadere reformatie. In die eerste periode ging het vooral om de zuiverheid van de leer, zo dicht mogelijk op de Bijbel. In die nadere reformatie werd door grote groepen gezegd, ja, we hebben wel misschien zuivere leer, maar je moet er wel naar leven. Je kan wel roepen van dit is het beste, maar als je in je dagelijks leven met een pet naar gooit en gewoon doorgaat, dat klopt niet. De nadere reformatie legde de nadruk niet alleen op het juist interpreteren van Gods woord, maar ook op de beleving van dit geloof. Men moest naar de Bijbel leven. En wereldse vermaken, zoals de kermis en het kaartspel, waren uit den boze, evenals dronkenschap en onkuis leven. Uit verkiezing en bevinding van het persoonlijke geloof werden veel besproken onderwerpen. Door de omstandigheden van de mensen voelden zich heel afhankelijk, al zoals ik zei, door die watervloeden. En als er dan nog vanaf de preekstoel gezegd wordt, je mag dit niet, je mag dat niet, en dat is zondig, enzovoort. Dat noem je de nadere reformatie. Ja, en in wezen gaat het gaat altijd door natuurlijk. Altijd weer nieuwe denkbeelden. Die mag je ook misschien wel noemen onder een noemer reformatie. De nadere reformatie vindt heden ten dage nog haar opvolgers in gemeenten met een bevindelijke prediking. In de volksmond zware gemeenten genoemd. Door de oorlogen en vooral gedurende de Franse tijd, van 1795 tot 1813, groeide de armoede onder de bevolking. De armenzorg kwam geld tekort. Een ongrijpbare kostenpost was die van de indemniteit.
Door middel van een akte van indemniteit van het armenbestuur of de diaconie stelde de gemeente zich garant voor het financiële onderhoud van een persoon. Ook wanneer deze zou verhuizen naar een andere stad. Zonder deze akte van indemniteit kon men zich niet zomaar in een andere stad vestigen. Al met al, moeilijke tijden voor kerk, mens en maatschappij. In de volgende aflevering gaat het verder over de roerige geschiedenis van het kerkelijk leven in Nederland en de Alblasserwaard.